Hey, dit is Mij van webtalus.nl. Het kan heel goed zijn dat je een keer een bepaald woord op heel je website in één keer wilt vervangen. Het kan ook zijn dat je juist je domeinnaam verhuist naar een nieuw domeinnaam en je dus alle URL's wilt vervangen op je website. Hetzelfde geldt eigenlijk ook als je website wilt migreren naar HTTPS. Dat heb ik ook gedaan met mijn website en toen heb ik ook een bepaalde plugin gebruikt genaamd and Replace. En ik zal je even demonstreren hoe het precies werkt. Dus als eerste moeten we natuurlijk de plugin gaan installeren. Ja, ik heb dat al gedaan. Zoals je hier kunt zien. En dan kunnen we naar extra. En dan zien we hier ook uh, search and replace staan. Ja, voordat je aan de slag gaat, moet je altijd eerst even een backup maken van je database. Want deze plugin die gaat alles wijzigen in je database. Ja, natuurlijk niet alles, maar wat je invult wordt gewijzigd in de database. En daarom is het altijd even handig voor de zekerheid, voor als er een keer wat misgaat, om een backup te hebben. Ja, stel nou, ik wil bijvoorbeeld op mijn website, wil ik dit gedeelte, deze woorden, die wil ik aanpassen. Dan kun je dat hier invullen. En uh, stel nou, je wilt aanpassen naar uh, iets anders natuurlijk. draait nu gewoon even om. Dan kun je dat hier invullen. En dan moet je ook nog even opletten dat je hier het uh, rondje neerzet. Dus dan wordt het overal gezocht en meteen ook vervangen. En in eerste instantie wil je misschien alleen even zoeken om te kijken hoe, hoe vaak het erop staat. Zet ja, dus er zien uh, 38 keer. En als ik het dan nu in het vervolg uh, even opnieuw wil gaan doen. Zo. Dan, kan, dan kunnen we het in één keer vervangen op heel de website. Ja, dat is ook al uh, heel snel gedaan volgens mij. Dus als ik dat nu even ga bekijken, dan zien we hier ook dat het meteen vervangen is. Ja, hetzelfde kun je dus ook gewoon doen met uh, alle links op de website. Het wordt ook net zoals dit in één keer vervangen. En als het goed is, sta je al op een uh, nieuwe domeinnaam dan zodat het ook meteen goed wordt weergegeven. En dat alles dan ook direct werkt. Dus bij deze wens ik je veel succes. Ik hoop dat deze video je verder heeft geholpen en dat je het ook leuk vond om te bekijken. Is dit het geval, klik dan even op het duimpje omhoog. Wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe video verschijnt, klik dan rechts onderin op de rode knop om je te abonneren op mijn kanaal. Wil je direct een andere video bekijken, klik dan op de linker of op de rechter afbeelding om direct je gekozen video te bekijken.